Onze aarde, onze thuis. Maar een thuis met grote problemen. De technische vooruitgang van de laatste decennia bracht een veel comfort en welvaart, maar hebben heel wat nare gevolgen. En ook jij bent deel van het probleem. Denk maar aan alle technische systemen die je iedere dag gebruikt en misschien zelfs niet meer zonder kan. Een tv, een smartphone, een computer, een microgolfoven, een PlayStation, een auto, een elektrische tandenborstel, een koffiezetapparaat, een vaatwasmachine, een koelkast. Al deze apparaten verbruiken heel wat energie. Iedere dag wordt over de hele wereld ongelooflijk veel energie verbruikt en opgewekt. Al die energiecentrales hebben ernstige gevolgen. Denk maar aan luchtvervuiling, kernrampen, ziektes, zelfs de leefbaarheid. Onze enige hoop is techniek. Onze aarde raakt steeds meer overbevolkt. Niet enkel moet er steeds meer energie opgewekt worden, maar we nemen ook meer en meer ruimte weg van de natuur. We hebben meer ruimte nodig voor landbouw om alle mensen te kunnen blijven voeden. En die ruimte is schaars. Daarom werken wetenschappers aan nieuwe technieken om aan landbouw te kunnen doen in de woestijn, waar normaal niets kan groeien. En met succes. Ieder jaar hetzelfde liedje. Door de stijgende zeespiegel en steeds meer regenval treden rivieren buiten hun oevers en doen onze straten en huizen overstromen. Dit is het meest zichtbare gevolg van de aarde die opwarmt. Ook daar brengt techniek de oplossing. Door het bouwen van dammen en sluizen kan het water tegengehouden worden. Zo heeft Nederland door de deltawerken de strijd met het water gewonnen. Voorlopig toch. Het water blijft stijgen, dus moeten er nieuwe oplossingen bedacht en uitgevoerd worden. Techniek is altijd in beweging. Daarvoor heeft de wereld technisch geschoolde mensen nodig om de wereld opnieuw leefbaar te maken en te houden. Ingenieurs, architecten, wetenschappers, elektrotechnici, metselaars, lassers, loodgieters, allemaal gaan ze de uitdaging aan. Kies daarom voor een technische opleiding. De wereld heeft je nodig.